De SLM zou vanaf 31 oktober de regionale vluchten vanuit Guyana naar Miami hervatten. De vluchten zullen 2 keer per week worden uitgevoerd, namelijk op de dinsdag en zaterdag. Buurland Guyana heeft op 12 oktober zijn luchtruim opengesteld. Wie het land binnenkomt, wordt streng gecontroleerd op het coronavirus. Het Surinaamse luchtruim is vooralsnog alleen open voor Nederland, benadrukte president Tjan Santoki afgelopen zondag.